Het feest der democratie is vandaag weer aangebroken. Er mag gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. Dat geldt ook voor de 18-jarige Jenti Karansing, die vanmorgen op het stadskantoor voor het eerst van zijn leven mocht gaan stemmen. Gefeliciteerd, hè? Je bent jarig vandaag. Ja, dank u wel. 18 jaar? Klopt, ja. Wat is nou het mooiste cadeautje wat je gekregen hebt? Het is nog het begin van de dag, ik heb nog geen cadeautje gekregen. Maar je mag wel gaan stemmen, is dat ook een cadeautje? Zeker, omdat het is natuurlijk een hele bijzondere gelegenheid. En dat dat dan op mijn 18e verjaardag is en dat ik dan voor de eerste keer mag stemmen, dat is natuurlijk heel speciaal. Weet je al wat je gaat stemmen? Heb je al goed geïnformeerd? Ja, ik heb me wel goed geïnformeerd door middel van de stemwijzer eigenlijk. En die hebben mij er wel bij geholpen om mijn conclusie te trekken wat ik eigenlijk wil en wat ik wil stemmen en wat ik ook ga stemmen. Ja, je hebt echt de stemwijzer ingevuld en toen kwam er een partij uit waarvan jij ook helemaal achter kan staan. Klopt, ja, want op het begin ging ik helemaal nuchter er eigenlijk in en ik wist helemaal niks van de politiek al. Ja, ik wist er wel wat vanaf natuurlijk, maar het is niet echt dat ik er echt mee bezig was ofzo. Wat vond je nou belangrijke punten die in die stemwijze naar voren kwamen en waar jij ook druk om maakt? Vooral de veiligheid in Dordrecht. Omdat je, dan is het dan niet in Dordrecht, maar vooral in de rest van Nederland dat je nog heel veel hoort dat, hoe zeg ik dat, ja, dat eigenlijk mensen beroofd worden, dat allemaal dat soort dingen gebeuren met mensen. Ook burgemeester Wouter Kolff bracht zijn stem uit op het stadskantoor. Nou, meneer Kolff, dit is de dag van het jaar. Ja, in ieder geval voor de politiek en voor de democratie. Vandaag kunnen alle Dordtenaren hun stem uitbrengen. En ik hoop ook dat zoveel mogelijk stemgerechtigde Dordtenaren dat doen. Het is de enige manier om mee te beslissen over de toekomst van de stad. Ja, belangrijk dat iedereen daar zijn stem in laat horen. Er is zo net een 18-jarige zijn stem uitgebracht. Dat is een goede zaak, hè? Ja, absoluut. Jongeren tussen de 18 en de 22. Ik heb ze speciaal ook opgeroepen de afgelopen weken. Om ook echt expliciet naar de stembus te komen. Ze mogen voor het eerst stemmen. Ja, en de 18-jarige Gentle die we net hebben gezien, die was vandaag ook echt jarig. Of is vandaag jarig. Dus die mag ook echt vanaf vandaag stemmen. En hij doet dat ook vandaag. Hartstikke mooi voorbeeld voor iedereen. Ja. Want dat is toch een beetje het probleem, hè? De lage opkomst iedere keer weer. Nou ja, kijk, je ziet dat de opkomst, zeker bij de gemeenteraadsverkiezingen, wat omlaag loopt. Terwijl eigenlijk het belang van de gemeente steeds meer toeneemt. De gemeente krijgt steeds meer taken, terwijl de Rijksoverheid steeds minder taken heeft. Het is belangrijk dat de inwoners zich daarover uitspreken. En daarom ook mijn oproep aan iedereen om in ieder geval je stem uit te komen brengen vandaag. Dat kan tot 9 uur vanavond, hè? Ja, vanaf 6 uur vanochtend waren een van de allereerste in de hele regio, in het hele land, vanaf op het station. Tot 9 uur vanavond kan er worden gestemd. En dan vanavond het grote afwachten op de uitslagen. Ja, we hopen zo rond 9:45 een eerste indicatie te kunnen geven op het stadhuis bij de uitslagenavond. Maar pas tegen middernacht zal er veel meer duidelijk zijn. En hoe was het stemmen? Ja, het was vroeger toen ik bijvoorbeeld met mijn moeder meeging, vond ik het specialer dan nu eigenlijk. Ja. Het was eigenlijk heel gewoon. Heel gewoontjes. Kon je de kandidaat vinden waar je op wilde gaan stemmen? Want ja, het is toch een behoorlijke lijst met namen en partijen. Ja, nee, ik heb hem zeker kunnen vinden. En heb je ook nog gestemd voor het referendum? Want je krijgt 2 stembrieven. Daar heb ik ook voor gestemd, ja. Ik ga niet vragen wat je gestemd hebt. Nu moet je weer een paar jaar wachten voordat het zover is. Ja, 4 of 3. Wat is het? 4 jaar, hè? Gemeenteraadsverkiezingen. Nou. Ik heb gedeeld. Nadat de burgemeester zijn stem had uitgebracht, ging hij op de fiets richting Grote Kerk om een bezoek te brengen aan verschillende stembureaus in de stad. Er kan nog tot 9 uur vanavond worden gestemd.